In Bilderberg Hotel, het Spuldenbos, was woensdag 8 juni de jaarlijkse harringparty van de Koninklijke BDU. Ondernemers, politici en andere genodigden konden onder genot van een verse haring met elkaar over van alles van gedachten wisselen. De bezoekers werden welkom geheten. Het hotel liep al snel vol. Nadat iedereen binnen was, gaf directeur Ton Roskamp een openingsspeech. Daarna werd de party geopend. Daarna kon de rest naar hart en lust genieten van een lekkere haring. We hebben een aantal jaren geleden gezegd, we zouden dus een mooie netwerkevent in Barneveld neer moeten zetten. En de harenparty die werd destijds door de BIC, de Barneveldse Industriële Kring, georganiseerd. Maar alleen voor de eigen leden. En we hebben gezegd, als we dat nou als Barneveldse krant gaan overnemen, kunnen we het wat breder neerzetten. En dat hebben we toen gedaan. En een akkoordje gesloten met de Bilderberg Hotels, Groot Heideborg en Spuldenbos. En we zijn dat eigenlijk bij toerbeurt van het ene en het andere hotel gaan organiseren. En dat is uitgegroeid van een evenement waar 35 mensen kwamen tot nu 435 deelnemers. En dat is gewoon goed. Je hebt het bedrijfsleven bij elkaar, politiek, plaatselijk belang, allerlei organisaties en verenigingen. Het is gewoon een breed netwerkevent in de gemeente Barneveld. Er zijn ook mensen die wat minder graag in een haring happen. Ook daar wordt aan gedacht. En vandaar ook dat we dit jaar hebben gezegd, in het kader van het jubileum van de Barneveldse Krant, we zetten ook onze frietkar neer. Dus ik zie de mensen ook al een frietje happen. Maar het gaat natuurlijk even de kapstok, en dat is de haring. En de rest het netwerken en een drankje erbij. Helemaal gezellig. En hoe vindt u de haring smaken? Heerlijk is die. Ja. En waarom bent u hier? Omdat het een gezellig evenement is en om de haring natuurlijk. Was het ook speciaal voor de BDU? Ook, ja. Absoluut, ja. Met heel veel bekenden. Ja. Hey, ik heb het genoegen gehad dat ik gisteren ook eentje gehad heb. Dus ik ben er een beetje al bevooroordeeld. Maar hij is prachtig mooi, stevig, vol, bollerig. Hey, erg goed van smaak. Ja, hij is heerlijk. Ja. Beter dan vorig jaar? Nou, ik kan een smaak nooit zo lang onthouden. Maar hij is erg lekker, dus dat was hij volgens mij vorig jaar ook. Okay. En waarom bent u hier? Een beetje netwerken. Een beetje proberen wat contacten te onderhouden.